Op Dijkrolskerk hadden 2015 Masters Mannen M35 de zaterdag 17 januari 2015. Van harte welkom, dames en heren, jongens en meisjes, beste sportvrienden. De heren staan al enkele minuten te popelen om te starten en de cross succesvol uit te rennen. De cross die onder goede weersomstandigheden wordt verlopen, maar die weersomstandigheden hebben er niet voor gezorgd dat het circuit moddervrij is, want het is diep graven met sportschoenen. En een valse start hoort voor de lol ook erbij, dus moeten de heren weer teruggaan en wachten totdat het schot gelost wordt, zodat iedereen gelijkwaardig kan starten. Een loodzwaar circuit in Kerkrade, dat is al bekend. En daar gaan de mannen na het schot gezamenlijk op pad om te proberen in de prijzen te vallen, oftewel het persoonlijk record te gaan verbreken. Na een driekwart ronde is dat de eerste passage van de heren die zich nu al een plaats hebben verworven, daar waar ze in principe misschien wel op het einde willen gaan eindigen. Het is een lange reeks heren, het is een groot aantal heren dat zich hier heeft aangemeld en hier deelneemt aan deze cross. De laatste van de zaterdag 17 januari 2015. Na 1 en 3 kwart ronde beginnen er al wat gaten te vallen en kunnen we al zien dat enkele heren zich in de koppositie hebben gevestigd en dat de rest er achteraan rent en probeert langzaam verder uit te groeien tot misschien wel de nummer 1, 2 of 3. In ieder geval maken ze tot op dit moment nog allemaal kans om in de prijzen te vallen, alhoewel deze groep hier het al iets moeilijker gaat krijgen zo te zien. Roduc krijgt internationaal steeds meer bekendheid, ook het NK wielrennen en ook de drie landen omloop komen hier langs. En het is een hele geschikte sportplaats voor voorbereidingen voor aan internationale wedstrijden deel te gaan nemen. En zo kijken we ook naar de laatste deelnemers die hier nu voorbij rennen op hun eigen snelheid en niveau. En deze twee vrouwen zijn zich al voorbereid op de wedstrijd van zondag. Hier komen de eerste deelnemers bij de chicane langs gerend. En de eerste drie lijken zich op te maken op de plaats nummer 1, 2 en 3. Alhoewel nummer 4, 5 en 6 ook nogal vrij kort bij zitten. Vlak voor de finish is dat met nummer 1 Maciek Merietzko uit Polen. Nummer 2 Marco Gielen. En de nummer 3 is dat Ron van Diepen. Zij gaan de 1, 2 en 3 uitmaken in de eindsprint. En daar komen de heren aangerenden aan de finish. Nummer 1 is het inderdaad Maciek Merietzko uit Polen met een tijd van 25.01. Daar komt de nummer 2, Nederlands kampioen Marco Gielen, tijd 25.07. En daar komt de nummer 3 aangerennen en dat is Ron van Diepen met een tijd van 25.14. De nummers 1, 2 en 3 zijn bekend, we sluiten deze reportage af. Alle beelden krijgt u nog eens te zien op nederlandtofvideo.nl. U kunt daar dus terugkijken. Alvast bedankt voor het kijken, ik hoop dat u ervan genoten heeft. Mijn naam is Gierbouwens, graag tot ziens, bye bye.